Pepperhouse maakt zich zorgen over de chatgroepen waarin mensen elkaar ophitsen. Ja, dat zijn van die Telegram-appgroepen waarbij duizenden mensen met elkaar in een groep kunnen. En met elkaar kunnen communiceren of elkaar natuurlijk kunnen ophitsen, opjutten om vervolgens te gaan rellen. Nou, dat hebben we de afgelopen dagen natuurlijk gezien. Via die Telegram-groepen sporen jongeren voornamelijk elkaar aan om rotzooi te gaan trappen. Ja, en de politie die doet natuurlijk zijn best om daarin mee te kijken, om daarvan op de hoogte te zijn. Maar minister Grapperhaus die zei gisteren bij Op1 dat soms nog best wel lastig is vanwege privacy. Ik was dus gisteravond in Almere. Wat ik erg goed vond was dat ik praatte daar met een paar dienders die van tevoren inderdaad, precies zoals Twan dat beschrijft, aan de slag waren gegaan op de sociale media. Berichten hadden kunnen ontcijferen, daar telefoonnummers uit hadden kunnen halen. En die zijn ook bij een stuk of 20, 30 mensen al op voorhand langs gegaan en hebben ze daarmee geconfronteerd. En dat doen we natuurlijk ook in heel veel gevallen. En nogmaals, dat lukt niet altijd, maar de politie heeft die informatiepositie nog steeds. Er zit een dubbele versleuteling op, hè? Dus een dubbele encryptie noemen we dat. En daar wordt al enige tijd door ministers van justitie van verschillende landen van gezegd, luister, zo wordt privacy, het was natuurlijk ook voor de privacy in burgers benoemd, wordt een schild voor de criminelen. Ja, en daar moeten we wel het met elkaar over hebben, dat onze diensten daar nog wel toegang toe hebben. Ja, tot waar gaat die privacy? Dat is eigenlijk de vraag. Want op het moment dat je het op deze manier gaat gebruiken, zo'n Telegram-groep, ja, moet je die privacy dan nog wel daarboven zetten? Nee, maar dit is over Telegram, maar dat geldt op heel veel plekken als het gaat over veiligheid. Geven we al heel lang, ook minister Grapperhaus aan, er is hier een botsing. En dat is niet tussen onze privacy en veiligheid. Er is een botsing tussen waar zijn die privacyregels ooit voor ingesteld en wie beschermen zij nu eigenlijk? En als het effect is dat zij de criminelen beschermen en ons juist niet, de mensen die van goede zin zijn, dan moet je handelen. En dat geldt bij Telegram en dat geldt op andere plekken. En ik vind dat de minister daar wel stappen mee mag maken. Hij heeft het nu over encryptie. Nou, dan kan je je afvragen, is dat waar je aan wil sleutelen? Want dat beschermt ons ook weer tegen de criminelen. Dus zo makkelijk is dit niet. En ik wil nog wel even zeggen, want privacy is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp, kan je veel langer over praten, maar we hebben in Nederland onze digitale rechercheurs horen tot de beste van de wereld. Dus wat zij allemaal kunnen, waar zij allemaal in kunnen komen, wat voor informatie ze daaruit kunnen halen, is echt ongekend. En dat doen ze echt uitstekend. En dat is om die rellen te voorkomen, maar dat is ook om georganiseerde misdaad aan te pakken. Dus dat moeten we ook met elkaar koesteren en weten dat daar echt, echt topmensen van de wereld zitten. Ik wil u heel graag meteen geloven. Alleen toch stonden er echt ongelooflijk veel mensen te rellen. En de meeste waren dan toch via zo'n Telegram-groep uiteindelijk daar op straat terecht. Die worden ook gevolgd. En ik denk dat er heel veel mensen die nu kijken ook heel veel van die berichten van Telegram online hebben zien langskomen. Ik heb ze ook langs zien komen. Ik weet dat er ook agenten waar mogelijk ook meekijken. En ook op die manier ook heel vroeg hebben kunnen ingrijpen. Ook op die manier rellen hebben kunnen voorkomen. Of juist heel snel gebieden hebben kunnen afsluiten. Dus het wil niet zeggen dat je dan alles in één keer voorkomt. Maar er gebeurt wel heel veel. Dat is ook een verantwoordelijkheid voor burgers. Hè? Want er zijn ook heel veel burgers die zelf in zo'n groep zitten. En dan inderdaad daar een screenshot van maken. En dat posten en dat doorgeven. Ja, dat is ook een verantwoordelijkheid. Als jij weet dat er iets wordt gesmeed. En dat mensen echt zo ontzettend van plan zijn om een boekje buiten te gaan. Ja, meld het maar. Ja, daar ligt het inderdaad ook. Nikki.